Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 10 januari van Weerplaza. Het is nog vrij veranderlijk met vanochtend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. De temperatuur ligt rond een graad of 7. De wind draait naar het noordwesten in de loop van de ochtend en dan klaart het vanuit het westen in de middag op. De zon komt soms tevoorschijn, in het oosten kan het nog enige tijd lang druilerig blijven. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 8 en daarmee is het minder zacht dan de afgelopen dagen. Vanavond blijft het droog en is de gedeeltelijke maansverduistering te zien bij een temperatuur van 4 tot 6 graden en de wind zwakt af. Morgen dan komt de wind vanuit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Het blijft de hele zaterdag droog. De temperatuur stijgt naar 6 of 7 graden, en de zon is soms tussen de wolkensluis door te zien. Op zondag is het weer anders. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. En vooral in de middag is het vaak nat, bij een temperatuur van 7 tot 9 graden. En ook volgende week is het wisselvallig en vrij zacht. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.